Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Zo, mijn lieve kijkers, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik lekkere soep maken, maar een hele andere soort soep. Daarvoor heb ik Chinese taier gekocht. Ik heb oker, ik heb gerookte kip, die heb ik gehaald. Ik heb spinazie, echte bladspinazie. Ik heb een groene banaan. Ik heb een courgette. En hier is mijn cassave. Die heb ik gesneden en gewassen. Dan ga ik nu me voorbereiden om mijn soep te maken. En wat er nog erbij komt, dat laat ik jullie zo zien. Hier heb ik mijn kipkrabbetjes. Die ga ik in de soep zetten. Ga ik hem even een klein stukje snijden. Dan ga ik hem lekker bakken. Dan gaat hij lekker in de soep. Dit heb ik op de markt gehaald, gerookte kip. Dan wordt het een lekkere smulle soep vandaag. Ja, lieve mensen, ik creëer van alles en nog wat. Ruikt heerlijk. Dan is dit klaar. En dan ga ik mijn Chinese taier schoonmaken. Lekker verse. Zet ik alles klaar. En dan hoef ik alleen maar in de pan straks te zetten. En dan ga ik de soep maken. Dan heb ik mijn courgette. Maar die ga ik niet schillen. Want dit is de vitamine. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Weet je, die ga ik gewoon zo snijden. En dan ga ik erin zetten. En die banaan ga ik ook straks pellen. En dan ga ik erin zetten, snijden. Zo, mijn lieve kijkers, ik ga mijn soep nu koken. Laat ik het uien in mijn soep snijden. Die ga ik niet bakken. En dan van de ingrediënten ga ik het straks erin zetten. Wat een heerlijke soep. Dit is een beetje gebakken. Dan ga ik maar. Gerookte kip erin zetten. En dan heb ik al mijn ingrediënten al hier gesneden. Oker, courgette, banaan, Chinese taier en cassave. Die gaat er ook erin. Dit allemaal ga ik een beetje mooi bakken. Dan zet ik gewoon zo. Een beetje zwarte peper voor de schoen. Een beetje tintuur. Elke theelepel tintuur. Dan heb ik hier een paar volle pimen. Zet ik een paar blaadjes laurierblad. Zet ik een theelepel kippenpoeder. Even draaien.
wel een beetje eenvoudig, maar wel gezond. Gezonde soep. Soep kan je alle soorten van jam in doen, hè. Soep is er niet. Je kan maken met wat je wil. Zo, lieve kijkers. Dan is dit mooi een beetje gebakken. Hier. Ziet er lekker uit. En dan ga ik nu water in toevoegen. Dan mag je rustig gaan stoeren. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Zet 1 liter water. 2 liter water. Dan zet ik 1/2 liter melk, kokosmelk, dit. En dit maakt de soep verrukkelijk lekker. Zie je? Dat maakt de soep verschrikkelijk lekker. Dan mag hij nu lekker gaan sudderen. Dan laat ik hem op medium vuur rustig koken. En nu heb ik hier, oikebhaji noemen ze dat, hè? Spinazie, bladspinazie, zie je? Dit heb ik ook op de markt gehaald. Dan ga ik dit fijn snijden. Dan gaat dit ook in de soep. Wordt het een lekker soep, hoor. Met verse spinazie. Dus ga je snijden, fijn snijden. En als hij al bijna klaar is, de soep, dan zet je het erin. Mm. En zo heb ik deze soep vandaag gemaakt. Dat is van gerookte kip. Gerookte kipsoep. Het is geen bravo soep, maar gerookte kipsoep. Het is ook geen bananensoep, maar gerookte kipsoep. Met alles erop en eraan. Een bravo soep, die kook je met kip of met vis. Maar deze is gewoon gerookte kip. Even kijken hoe ver die is. Ja. Ziet er goed uit hoor, lieve kijkers. Dit moet je eens eten. En dan gaan jullie me vragen en zeggen. Mooi. Ah, sweetie. Cassave is ook aan het smelten. Wauw. Dit is gewoon wauw. Hij is 1/2 gekookt. Dan ga ik nu mijn spinazie erin zetten. Zo. Mag je lekker gaan koken. Mag je weer onder de deksel. Zo, lekker. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Agar aapko mera video pasand aaye, subscribe karna, like karna, comments dena aur notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.